Welkom vanuit de studio van de Academie voor de Rechtspraktijk. De studio gelegen in Kasteel Waardenburg, het leuke kasteel in Gelderland. Het kasteel bekend om de Faustlegende. Vandaag hebben we een roundtable-uitzending, nummer 39 alweer in de serie. Het zijn uitzendingen die onze alumni van de academie gratis kunnen volgen, inclusief de PO-punten. Vandaag staat geheel in teken, althans dit webinar staat geheel in teken, van concurrentiebeding en relatiebeding. En er worden drie uitspraken kort met u besproken en daarna zal inhoudelijk verder op worden ingegaan. Ik wil even kort de twee topadvocaten even aan u voorstellen. Links van mij zit Jolanda, reeds 15 jaar advocaat bij Boontje, advocaten arbeidsrecht. Is ook het grootste kantoor van Nederland op het gebied van arbeidsrecht, in Amsterdam gelegen. Kun je daar iets meer vertellen, Jolanda, over jouw achtergrond, maar ook met name welk onderdeel van het arbeidsrecht jij behandelt? Ja, dankjewel Etienne. Boontje Advocaten is inderdaad een niche-kantoor arbeidsrecht. En klopt inderdaad, de grootste van Nederland. Daar zijn we ook erg trots op. En Boontje Advocaten kent een soort plusformule. En dat betekent dat wij, Den en ik, we zijn goed in het arbeidsrecht in algemene zin. We kunnen alles. Maar daarbinnen het arbeidsrecht zijn een aantal specifieke onderdelen waarop wij ons specialiseren. Dus we hebben teams die specifieke onderwerpen van het arbeidsrecht eigen hebben gemaakt. Nou, waaronder concurrentiebeding zitten wij samen ook in. We hebben ook een team internationaal, team CAO. Ga zo maar door. Dus alle facetten binnen dat arbeidsrecht zijn nog weer specifiek belicht. En dat maakt ons zo uniek. Nou, leuk om te horen. En Danny, de volgende spreker die aanwezig is. Danny, 10 jaar advocaat, ook alleen maar arbeidsrecht heb ik gelezen. En kun je ook iets je zit in hetzelfde team, maar kun je iets meer jouw achtergrond naar voren brengen? Binnenkantoor? Binnenkantoor, ja. Jolanda zei het al, we zitten binnen de arbeidsrecht plusformule in een aantal verschillende secties. Vaak is het 2 tot 3 specialisaties binnen het arbeidsrecht waar een advocaat zich op kan toeleggen. En in mijn verband, of in mijn geval, is dat internationaal. Ik doe veel in de internationale praktijk. Toevallig ook samen met Jolanda, dus in die zin is dat wel gezellig. Veel op het gebied van flex. Bijvoorbeeld afschaffing voor, wet DBA. Hiervoor hadden we toevallig al over de WADI. Nou, dat soort elementen, daar leg ik mij ook op toe. En daarnaast heb ik nog een bijzondere voorliefde voor privacy. En in mijn praktijk heb ik veel geprocedeerd van oudsher over concurrentiebedingen en relatiebedingen. En dat maakt ook dat Jolanda en ik daar samen optrekken. Ja. Leuk om te horen. Wat ik even wil melden, ook wat ik heel leuk vond als ik toen jullie website bekijk, hebben een heel interessant blog. Er wordt er best wel veel op gepubliceerd. Ja. Dus dat zou ik de mensen ook zeker aanraden om daar eens naar te kijken. Maar al die informatie die daar op staat. Misschien zelfs ook, en dat heb ik niet kunnen kijken, uitspraken die vandaag op het programma staan, die jullie willen bespreken. Zoals ik al gezegd heb, we gaan een kleine aanpassing doen aan de opzet van de webinar. Dat maakt het ook gewoon leuk. Dat is ook wat ook kan, wat ook altijd goed voorstel. We gaan even kort de 3 uitspraken kort door Jolanda worden besproken. En dan gaat Danny daar iets meer inhoudelijker op verder. Wat ik heb gelezen zijn uitspraken toch recent van Hof, Hoge Raad en de Rechtbank. Alle instanties komen een beetje aan bod. Jolanda, mag ik jou het woord geven om even kort de 3 uitspraken die jullie hebben ingediend te bespreken? Ja, dat is prima. Ja, gaan we doen. Nee, we hebben inderdaad ervoor gekozen om een aantal recente uitspraken te selecteren. En daar maar eens mee te starten om vervolgens tot een totaalplaatje te kunnen komen van hoe werkt dat nou met zo'n concurrentiebeding? En wanneer kunnen werkgevers een werknemer daar nou echt aan houden? Want dat is de kernvraag. Hè. Als wij in de praktijk een vraag krijgen van onze klanten, dan is uiteindelijk de vraag, kan ik mijn werknemer daar nou aan houden? Of als een werknemer je belt, kan ik hier aan gehouden worden? Dat is natuurlijk waar het vooral om draait. En sinds de invoering van de WWZ, dat nieuwe ontslagrecht, zijn er ook wat wijzigingen doorgevoerd omtrent dat concurrentiebeding. Maar daar komt Danny zo wat meer specifiek op terug. Vooral voor het contract voor bepaalde tijd geldt dat het wat strenger allemaal is geworden. En zo hebben wij eens gaan kijken van naar recente jurisprudentie. Kunnen wij daar specifiek wat dingen uithalen die de moeite waard zijn om in het kader van die wetswijzigingen en het thema concurrentiebeding hier even aan te stippen. Ja. En dan zou ik eigenlijk willen beginnen met de Hoge Raad uitspraak. Die is dus ook van vrij recent, 3 maart 2017. En dat gaat om het schriftelijkheidsvereiste. Want een concurrentiebeding, dat is nogal wat. Een concurrentiebeding is een vrij heftig beding als je die als werknemer tekent. Dan zegt men wel, getekend is getekend, dan zit je daaraan vast.
Dat is soms nogal wat. En dan zeggen rechters, ja, maar om daar nou echt aan gehouden te kunnen worden, is het van belang dat dat op een zorgvuldige manier overeengekomen is. Nou, in dat kader is een schriftelijkheidseis ingevoerd, staat ook in de wet, in boek 7, artikel 6, 53. We noemen graag even de wettekst. Ja. Wij juristen houden daarvan. Zal ik even gewoon controleren, want dat is wel juist. Controleren zo even. Daar ga ik in ieder geval van uit. Daar is de kern van eigenlijk van wat we bespreken vandaag. En in deze hogeruituitspraak komt naar voren de volgende vraag die ook veel wordt gesteld. Hoe moet je naar een relatiebeding kijken? Concurrentiebeding weten we allemaal, is heel streng. Maar valt een relatiebeding onder diezelfde toetsing? Nou, mag ik jou even onderbreken? Ja, zeker. Kun je mij in een paar zinnen uitleggen wat nou het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding? Ja, sorry. Nee, goed dat je vraagt. Een concurrentiebeding beperkt een werknemer om na afloop van het dienstverband, of dat nou na afloop van een bepaalde tijdcontract, of als het contract is opgezegd door de werknemer, of tussentijds door een werkgever is beëindigd, kan ook voor onbepaalde tijdcontracten gelden, dan gaan we ervan uit dat een concurrentiebeding beperkt zo'n werknemer om dan gedurende een bepaalde tijd, en meestal is dat een jaar of nou, 2 jaar zie je ook nog wel eens, voor een concurrent te gaan werken. Dus dan zeg je, ik wil niet dat jij werknemer voor een concurrent gaat werken, want dat zou mijn bedrijf beschadigen, dan loop ik winst mis, bij wijze van. Een relatiebeding, dat weerhoudt je niet om voor de concurrent te gaan werken. Dan zeg ik van, nou, je mag best naar die concurrent, maar dan wil ik dat je van een bepaalde relaties afblijft. Want dat zijn klanten of leveranciers of die voor ons zo belangrijk zijn. Daar hebben we heel veel tijd en moeite ingestoken om die te binden aan onze business. Dat als jij weg zou gaan en jij zou zijn meenemen, nou, dan leiden wij daardoor ook schade. Dus dat is het verschil. Dus één, ik mag niet aan klanten of aan relaties of dergelijke zitten. En concurrentiebeding, dat verbiedt me überhaupt om voor een concurrent te werken. En zie je het ook die vaak samen worden opgenomen? Concurrentie en relatiebeding, dus de totale. Absoluut. En wat je ook wel vaak ziet, maar dat gaat dan even buiten deze uitspraken om in de praktijk. Wat je vaak ziet is, die bedingen worden opgenomen in een overeenkomst. Soms ook wel met het oog op om na afloop van zo'n contract te zeggen van, nou weet je wat, we zijn bereid om daar wat beperkingen in aan te brengen. En dan nog een specifieke afspraak op dat moment te maken. Hè? Want stel dat iemand daar al 7 jaar werkt, kunnen de belangen wat gewijzigd zijn. Nou, dat is iets wat de wetgever ook goed heeft gezien, dat die belangen zo belangrijk zijn. Daar komt Danny zo nog wel op terug. Dus dat is soms ook een kapstok, gewoon voor een gesprek. Ja. De werknemer is gebonden, die ziet en een concurrentiebeding en een relatiebeding. Dus heel veel. En dan kan dat ook weer eens worden beperkt als iemand dan vertrekt. Ja. Maar staat hier wel vast aan in deze uitspraak van de Hoge Raad gaan dan specifiek. Mensen kan het verkeerd hebben over het relatiebeding. Exact. Hier wat in deze uitspraak geldt inderdaad, daar was een relatiebeding overeengekomen. Het interessante hieraan was dat dit was namelijk niet overeengekomen in de arbeidsovereenkomst zelf, maar in een personeelshandboek. Nou, en toen werd het dus interessant. Hè. Als het in een arbeidsovereenkomst overeengekomen is, dan zou je denken, nou, wat is daar nou ingewikkeld aan? Tuurlijk ben je eraan gebonden. Ja. Dat ben je gewoon 1-op-1 met elkaar overeengekomen. Nou, nu geldt er voor het concurrentiebeding dat je dat ook in een ander document dan de arbeidsovereenkomst kan afspreken. Maar dat is, dan wordt er heel streng getoetst. En dan is het de vraag van, nou, voor zo'n relatiebeding geldt dat daar dan ook voor? Nou, hiervan, daar is de Hoge Raad op ingegaan en die komt tot de conclusie, ik verklap het maar meteen vast. Relatiebeding valt daar ook onder. Dat valt ook onder die strenge toetsing. En als we even naar de feiten kijken, ging het om een relatiebeding die was overeengekomen in een handboek. Die was hem wel overhandigd. Maar die was niet bijgevoegd bij de arbeidsovereenkomst toen hij hem tekende. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wist hij dan toch? Dan wist hij dan toch wat er in het handboek stond. Ja. Maar, zegt de Hoge Raad, wij moeten teruggrijpen op het hoofdarrest wat geldt over concurrentiebedingen en die schriftelijkheid. Ja. Dat is Philip Oostendorp, dat is weer een andere Hoge Raad uitspraak. En die is uit 2008, dus die volgen we nog, ook na invoering van de WWZ. Ja. Wij volgen nog steeds deze hoofdlijnen. En dan komt er naar voren, wanneer mag je nou ook in een ander document dan een arbeidsovereenkomst, een concurrentiebeding of relatiebeding overeenkomen? Dat is als je of je tekent de arbeidsovereenkomst en je voegt hem direct bij als bijlage,
Of je maakt een document op waarin staat, nou, hierin is een personeelshandboek. Daarin is een concurrentie-relatiebeding opgenomen, teken je voor akkoord. Oh. Dus dat je iemand er nog even specifiek op wijst. Want dat zegt de Hoge Raad ook, dat het is zo ernstig bezwarend voor de toekomst. Dan moet iemand er wel bewust weten waar hij voor tekent. Van waar ben ik aan toe? En zomaar ergens infrommelen onderop een A4'tje. En nou, teken het maar, dat is niet voldoende. Dan voldoe je niet aan schriftelijkheidsvereisten. En wat wel interessant dus was in deze uitspraak, is dat de Hoge Raad past dat criterium toe en zegt, nou ja, dat bijvoegen, dat neem ik heel strikt. Dus dat het hem al wel eens een keer was overhandigd, van oh, hier is een handboek en er staan wat dingetjes in, was dus niet voldoende, want ten tijde van het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst hadden ze hem niet bijgevoegd. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel zuur voor zo'n werkgever. Die dacht dat allemaal heel mooi gedaan te hebben. Dus wij zeggen ook wel, nou, wees verstandig en maak het je niet te moeilijk. Neem het gewoon op in je arbeidsovereenkomst. Maar soms heb je een heel lang beding. Maak dan een addendum wat je vast niet aan die arbeidsovereenkomst. Dan vergeet je hem niet te ondertekenen. Je zegt, soms zijn het hele lange bedingen. Hoe moet ik dat zien? Want volgens mij, als je dan zegt, je mag niet bij de concurrent werken. Waardenburg en 30 kilometer in de straal van Waardenburg mag je niet werken. Ja. Waarom kan ik denken als er hele lange bedingen zijn? Heb je daar voorbeelden van? Nou, wij zien in de praktijk dat erg wisselt. Ook van wat voor soort bedrijf je te maken hebt. Heb je te maken met wat grotere multinationals. Mm-hmm. Die soms ook wel wat in het buitenland hun aandeelhouders hebben zitten. Die houden er wel van om het goed uit te schrijven. Okay. En heel specifiek te zijn in wat iemand wel en niet mag. En waarom die business zo belangrijk is. En heel grappig genoeg is dat ook niet zo heel gek als we nou kijken naar de wetswijzigingen die zijn geweest. Daar komt Danny zo nog op terug, op die inhoudelijke... veel doen. Precies. Danny gaat heel veel doen. Dat je dat wel weet. Maar Danny weet het ook allemaal heel erg goed. Dus vandaar dat ik het stokje dan zo graag ook doorgeef. Dus daar komen we nog zo op terug, Etienne. Wat daar dan in kan staan, waardoor dat zo ingewikkeld kan lijken. Okay. Wij zeggen wel altijd, wees eigenlijk zo duidelijk als mogelijk wat iemand wel en niet mag. Maak het niet te ingewikkeld, eigenlijk niet te juridisch. Nee, dat kan je alleen in de problemen brengen. Dus, dus deze Hoge Raad-uitspraak was in die zin niet heel nieuw. Mm-hmm. Want zij volgen de lijn die al was uitgezet daarvoor. Mm-hmm. Maar is wel prettig om te lezen dat er duidelijk is. Onduidelijkheid over. Omdat die WWZ toch een beetje heel snel doorheen gegaan is en is ingevoerd. Dat dit niet veranderd is. Ja. En in wezen, wees voorzichtig. Denk goed na waar je zoiets opneemt. En hoe je. En als het echt zo belangrijk is, neem dan geen risico's. Laat hem gewoon of separaat ondertekenen of voeg hem gewoon in die arbeidsovereenkomst. Want deze uitspraak, als ik die zie, zijn er best wel veel annotaties over. Ja, dus het best wel impact gehad en dat die duidelijkheid verschaft is. Ja, exact. Ah, dat is mooi. Ik ga je niet verder nu op dit moment storen. Je bent bezig met de volgende uitspraak. Nou, kort. Ik wilde in dat kader, wat jij zegt, interessant zo'n uitspraak. Ik heb ook een uitspraak opgenomen. Dat speelde dan in Den Bosch, een hof- en een kantonrechtersuitspraak. Hof Den Bosch van 4 oktober 2016, dus van afgelopen jaar. Nou, en dat was meer een mooi voorbeeld van dat rechters het ook niet altijd even goed weten. Want wat hier nou interessant in is, was dat in de kantonrechteruitspraak was het zo dat de kantonrechter oordeelde dat die werknemer niet gehouden kon worden aan wat ging om een concurrentieding. Want wat was er aan de hand? Er was een overname geweest van aandelen. Dus er was wat veranderd in ieder geval gevoelsmatig in elk geval. Wie is nou de werkgever? Daarvan zei de kantonrechter, nou ja, goed, als je dat allemaal zo belangrijk had gevonden. U bent een nieuwe werkgever geworden, want er is een verkoop geweest. U had het maar opnieuw overeen moeten komen. Dan gaan we terug naar dat schriftelijkheid. Heel streng. Terug, Nou goed, dan zou je denken, nou, dat is me nogal wat. Dan moet je oppassen in die overnamepraktijk. Maar de kantonrechter had het dus niet goed gedaan. Want wat was er nou aan de hand? Bij een aandelenoverdracht wijzigt alleen de juridische werkgever. Er verandert iets bovenin in wie de aandelen houdt. De naam verandert niet. De juridische eigenaarschap verandert in feite niet van die arbeidsovereenkomst. Dus het Hof had vervolgens dat gecorrigeerd en had vooral gezegd, bevestigd bij het wijzigen van een formele werkgever, dus puur juridische,
dan hoef je dat niet opnieuw overeen te komen. Dus dat was eigenlijk weer een geruststelling na invoering van de WWZ. Ik zou kunnen zeggen, als ik het overgenomen van luister, ik teken, ik ben werknemer, weet je, daar heb ik even geen zin in. En dan? Exact, en vandaar dus ook die verwarring bij kantonrechter en hof, dat dat dan toch weer anders is. Ja. Dus de les is altijd wel, wees heel goed in na te denken, verandert er nou echt iets van de werkgever? Wordt dat een hele nieuwe leidinggevende bewijzen van, nieuw management. Nou, dan moet ik er eens even over nadenken. Moet ik hier ook iets doen met die arbeidsovereenkomsten? Maar wijzigt er enkel iets in het aandelengehalte? Dan verandert er voor ons eigenlijk niks als werknemer. Wij merken dat vaak niet eens. Dus dat was een mooie, dat was in die zin een mooie, mooi voorbeeld. Ook weer in het kader van WWZ, dat daar ook gelukkig niets veranderd was, maar dat je altijd goed op moet blijven letten. Maar zou je dan zo kunnen zeggen, Johanna, dat deze uitspraak van het Hof van Den Bosch een beetje standaard is geworden van bij overname van een bedrijf, waarbij alleen de juridisch andere naam voor krijgt. Alleen de aandelentransactie, dat je dan zegt, de concurrentiebeding of verklaringsbeding gaat gewoon mee, dat blijft gewoon in contact staan. Het is wat er eigenlijk al was beslist. Er is, was heel duidelijk in deze uitspraken de regel benoemd, wijzigt er iets in het materiële werkgeverschap. Dus echt in dat formele werkgeverschap, in de zin dat je daar iets van merkt als werknemer. Gaat dan opnieuw overeenkomen, want anders loop je in risico's. Maar is daar verder niets gewijzigd in dat werkgeverschap in feite, hoef je daar dus ook niets in te wijzigen. Dus dat was eigenlijk meer een geruststelling. En dat is ook wel eens mooi. En dan blijkt ook dat het misschien niet in de cassatie is gegaan. Of wel, dat u dat weten. Mogelijk. Voor zover wij weten niet. En dit is ook een juiste uitspraak. Dus het zou mij verbazen als dat het geval anders zou zijn. Maar je weet het niet. Nee, dat is iets een principe kwestie. Bij de vorige uitzending, of meerdere uitzendingen die we hebben gehad, is altijd, de juristen hebben altijd verschillende meningen. Dat maakt het ook, die discussie altijd heel erg leuk. Het houdt ons inderdaad. En dat is mooi. Dat is alleen maar leuk. De laatste en derde. Waar ik dan nog als laatste omtrent dat formele aspect. Is van 11 april 2017. Voor mij het formele aspect. Kun je dat even duiden? Wat je bedoelt met formele aspect? Nou, dat zul je zo ook zien. Je hebt natuurlijk de vereisten omtrent concurrentiebedingen. Je moet om schriftelijk overeenkomen. Nou, iemand moet meerderjarig zijn, zegt de wet ook. Wil iets geldig zijn. Dan is er nog weer iets strenger over concurrentiebeding voor bepaalde en onbepaalde tijdscontracten. Okay. Daar gaat Danny zo verder op in. Dus dat noemen we het formele kader. Uiteindelijk kom je namelijk uit op een belangenafweging. Hè. Als iets gewoon geldig is, en we zijn het er allemaal over eens dat is afgesproken, en dat je mij er misschien aan kan houden als werknemer, dan gaat de rechter altijd nog kijken, is dat wel eerlijk? Is dat nou wel redelijk dat ik jou eraan mag houden? Ook al heb je ervoor getekend. Maar dus even als kort staan. Daar komen we ook nog op terug. Maar kort staan, wat kun je zeggen, de jurisprudentie die over concurrentie dingen naar voren komen, is niet zozeer of hij geldig is, maar meer van hij is overeengekomen, maar is die eerlijk? Tweeledig, hè? Je hebt een formele toets, dus je moet kijken naar, Jolanda noemde het al, je hebt artikel 653 van boek 7, dat is je kapstok. En dan zegt lid 1 van die bepaling, je moet het overeenkomen met een meerderjarige werknemer, schriftelijk, in een arbeidsovereenkomst, mind you, voor onbepaalde tijd. Daarvan kun je zeggen, als voldaan is aan met name dat schriftelijkheidscriterium, dan is er formeel voldaan aan datgene wat lid 1 van die bepaling voorschrijft. En dan krijg je vervolgens de inhoudelijke toets. En als het dan gaat over die inhoudelijke toets, dan kan het zo zijn dat je mogelijk komt tot een vernietiging van dat beding. En waar blijkt dat dan uit? Ook dat blijkt uit CS 53, in dit geval lid 3, omdat onderdeel B van die bepaling zegt, waar Jolanda het ook al over had, als de werknemer onbillijk wordt benadeeld door de aanwezigheid van dat beding, en dat is veelal een materiële toets, dus je gaat het bedrijfsbelang van de werkgever aan de ene kant afzetten tegen het persoonlijke belang van de werknemer, dan kan het zo zijn dat het, als het dus voor de werknemer gunstig uitvalt, omdat hij een heel sterk persoonlijk belang hebt, we hebben nog steeds vrije arbeidskeuze, dat dan de werkgever aan het kortste eind trekt. Maar dat is dus een materiële toets. Nou, bij contracten voor bepaalde tijd, daar ga ik zo dadelijk wat over zeggen. Ik ga heel veel zo dadelijk zeggen, heb ik inmiddels geleerd. Dan zijn er nog een aantal andere criteria, omdat de wetgever heeft gezegd, in de basis, nogmaals lid 1, het is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ja, mag het dan niet in een contract voor bepaalde tijd? Nou, op zichzelf kan dat, er is een uitzondering voor gemaakt. Maar dan kom je met strikte motiveringseisen om de hoek kijken. Ja. En daar is ook weer rechtspraak op. Maar goed, die ga ik, nadat Jolanda klaar is met deze uitspraak, met jou bespreken. Ja, want als jij bij de voorbereiding net, heel kort voorbereid, zit het heel erg casuïstisch, heel feitelijk. Dat maar
wat mij dan als ik opvalt van, ja, ik ben werkgever, stel ik ben werkgever en er staat een bepaling in, concurrentie heeft getekend. Weet ik wel, hè? Misschien heb ik nog gevaar, weet je wat het inhoudt, ja. Mm-hmm. Dat het dan nog mogelijk zou zijn dat je kunt procederen over, ja, wordt hij dan niet onredelijk tegengehouden in zijn werk of wat dan ook. Dat... Nou ja, je kunt je alleszins wat voorstellen bij de situatie dat je als werknemer, ik noem even wat, je bent 45 jaar oud, mm-hmm. je sluit een nieuwe arbeidsovereenkomst, het duurt voor 9 maanden, je gaat uit dienst en dan staat er in één keer een dijk van een beding in voor pakweg een jaar. Je hebt zelfs nog overeenkomsten waar het beding zelfs nog veel langer is. Ja. Is dat nou allemaal redelijk en in verhouding tot elkaar? Dus dat daarover geprocedeerd wordt, daar kan ik me alleszins wat bij voorstellen. Mm-hmm. Te meer, en dat is nou eenmaal het Nederlands arbeidsrecht, we gaan nog steeds uit van de beschermingsgedachte in relatie tot de werknemer. En dit doet, wat mij betreft... Ja. Dat zit daar wel natuurlijk wel in. Ja. Punt. Ik hou even, Pont, ik laat jou weer... Ik zal hem even heel kort aanstippen, omdat we het hadden over dat wettelijke kader wat in 1653 staat, wat wel leuk was bij deze uitspraak, is namelijk een bevestiging van wat in de wet staat. Maar het is in die zin iets nieuws in de WWZ. Vroeger, noem ik even zo, voor 2015 was het zo, als je een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegde en je nam niet de correcte opzegtermijn in acht, dan was je schadeplichtig. De opzegtermijn was niet correct in acht genomen. Je zag dat ook die situaties wel eens bij de statutaire bestuurder. Hè, als die ontslagen werd middels een aandeelhoudersvergadering, nou, er waren nog wel eens wat lange of zijn lange opzegtermijnen van toepassing, die wilde je er ook vaak snel uit hebben. Want dat is lastig als nog een bestuurder blijft zitten en die is eigenlijk al afgezet. De consequentie daarvan was dat je daarmee je concurrentiebeding kwijtraakte, noemen we het even. Daar kon je je dan niet meer op beroepen. Nou, je kunt je voorstellen bij bestuurders in zulke hoge posities, dat je niet wil dat die eenzelfde soort bedrijfje gaan starten waar die dan net ontslagen is. Dus dat was altijd een tricky afweging. En wat is er nu in de wet teruggekomen? Want dat stond niet als zodanig concreet in 1653 voorheen. Daar is het gekoppeld, het verlies van een concurrentiebeding, noem ik het even, aan het feit of de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En die ernstig verwijtbaarheid is in feite iets anders dan als je de arbeidsovereenkomst onregelmatig zou hebben opgezegd. Ja. En daar wijzen we graag even mensen op. En dat werd bevestigd in deze uitspraak. Daarom hebben we hem even bijgepakt. Dus niet zozeer heel bijzonder als je de wet leest. Maar wel bijzonder als je kijkt naar het verleden. Dat je moet afstappen van de gedachte bij een opzegging. Moet ik oppassen vanwege dat concurrentiebeding? Dat staat er nu helemaal los van. Niet dat we nu zeggen, zeg maar gewoon op hoe je wil. Er zitten nog steeds consequenties aan vast. Zeker, ja. Maar ten aanzien van het concurrentiebeding ben je hem dus alleen kwijt op het moment dat je ernstig verwijtbaar handelt. Ja. En dat is bijvoorbeeld het geval als ik iemand ontslag op zijn voet geef. Mm-hmm. En dat heb ik onterecht gedaan. Daarmee handelt een werkgever verwijtbaar, ernstig verwijtbaar. Ja. En dan ben je hem wel kwijt. Ja, nee. Dus dat was eigenlijk het meest interessante omtrent die uitspraak nog eventjes. Ja. Dat nogmaals staat in de wet, maar het was dus wat nieuw als je kijkt naar het verleden. Ja, met de nieuwe wet ook. Ja exact. Ja. Want ik in mijn grijs verleden ook recht gestudeerd, dan had je als je geen concurrentiebeding had en ging toch bij de buurman op mijn eigen bedrijf berichten, ik zou het ook onrechtmatig kunnen. Dat je het over die band zou kunnen gooien. Dus, Oké, dat is ook nog een... Dat geldt dat ook nog straks, steeds. Het is geen gelopen race overigens, hoor. Nee, oké. Je doet er verstandig aan als werkgever. Dat heb ik nog... Voorhand op te nemen. Goed voor... Ja. Het is een soort vangnet. Als je van alles kwijtraakt, om wat voor reden dan ook, of je hebt het niet opgenomen, dan is dat nog steeds een vangnet. Correct. Maar dan moet je wel heel veel bewijzen. Ja. Dat is wel lastiger. Ja. Dank je wel, Rana, om de korte toeting op de drie uitspraken. Het is al vaak genoemd, Danny. Ik geef jou nou het woord. Nu mag jij eindelijk. Ik ga heel veel. Dan gaan we even zitten. Ja, dan gaan we even rustig. Leun achterover en ik hou mijn monoloog. Nee. Ja. Kort en goed, ik heb het al gezegd. De basis, en Jolanda hoorde het eigenlijk ook al zeggen, is 653 van boek 7. Om het nou niet heel ingewikkeld wetstechnisch hier met elkaar bespreekbaar te maken, is het denk ik wel goed om te constateren dat als het gaat om een contract voor onbepaalde tijd, nou, dan krijg je de discussie die Jolanda net al voerde. Je krijgt de vraag, is het met een meerderjarige werknemer overeengekomen? Is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste? En kort en goed krijg je dan de discussie over de belangenafweging. Slaat het nou door ten voordele van de werkgever of ten voordele van de werknemer? De vraag die zich onder de WWZ aandiende is, kan je nou zo'n beding ook opnemen in een contract voor bepaalde tijd? Het voorbeeld wat ik net al noemde, je bent op een bepaalde leeftijd, relatief kort contract en toch zo'n concurrentiebeding. Ja, het is wel wat lastig als je dan die arbeidsmarkt opgaat.
En dat heeft ook de wetgever als uitgangspunt bedacht. En die zegt, nou ja, als we gewoon kijken naar de wettekst van 653, in het bijzonder lid 1, nogmaals concurrentiebeding in algemene zin, moet in een contract voor onbepaalde tijd. Dat maakt dat de conclusie kan worden getrokken, dus niet in een contract voor een bepaalde tijd. Maar dat is lastig, want ja, iemand die in een commerciële functie ergens aan de slag laat gaan, die wil je toch wel ergens aan kunnen binden. En die mag niet met de relaties ervan doorgaan en dan maar bij de concurrent gaan beginnen. Dus dat maakt dat er een uitzondering is gemaakt op die regel van lid 1. En dat staat, nou ja, logischerwijs in lid 2. En daarin zegt de wetgever eigenlijk met zoveel woorden, je kunt het ook opnemen in een contract voor bepaalde tijd. Maar dan moet je schriftelijk motiveren waarom, bezien vanuit het bedrijfs- en dienstbelang, maar even privaat vanuit het bedrijfsbelang, het noodzakelijk is dat beding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. En dat moet je in de overeenkomst uiteenzetten. Het is een ander schriftelijkheidsvereiste dan het schriftelijkheidsvereiste in brede en in algemene zin. Dus je moet daar wel gelaagd in denken. Ja. En daarmee zou je kunnen kiezen voor een wat ruimere lezing en interpretatie van dat schriftelijkheidsbegrip in lid 2, dus ten aanzien van het contract voor bepaalde tijd. En dat maakt wat ons betreft dat je het dus ook in een ander document zou kunnen opnemen in relatie tot dat desbetreffende beding. Ik zeg er wel meteen bij, in het kader van het schriftelijkheidsvereiste all over, het gaat erom dat de werknemer in essentie begrijpt, ziet en weet inderdaad wat hij tekent. Het is een bewustheidselement. Maar je zou dat ook per mail kunnen doen. Dus je zou zeggen, voor een bepaalde tijd, ik krijg concurrentiebedingen en zet ik erin. Mm-hmm. En ik moet het dan uitleggen, omdat het lid 2 staat. Ik moet hem uitleggen. Mm-hmm. Maar dat kan ik dan mogelijk misschien per e-mail Je zou, als je inderdaad het schriftelijkheidsvereiste oprekt in het kader van lid 2, en daar is volgens nog geen rechtspraak over, een ruimere lezing hanteren. En dat maakt dat je het dus inderdaad in een zijdelingsdocument, bijvoorbeeld bij e-mail, zou kunnen motiveren. Wederom, maak het jezelf als werkgever niet onnodig ingewikkeld. Als je het allemaal centraal kunt regelen, te weten in één en dezelfde arbeidsovereenkomst, dan verdient dat onverkort de voorkeur. Kantonrechters, nogmaals, beschermingsgedachten, gaan ook op die stoel zitten. En bij twijfel trek je 9 van de 10 keer als werkgever aan het kortste eind. En krijgen jullie nu, als ik dat zeg, krijgen jullie veel verzoeken als kantoor, wat ook veel voor werkgevers optreedt. Veel verzoeken van werkgevers van, kunnen jullie voor ons, of voor het bedrijf, voor deze persoonlijke, of voor deze werknemer, een beding opnemen, concurrentiebeding, waarbij je dat die lid 2 uiteenzet? Ja, zeker bij contracten voor bepaalde tijd. Omdat werkgevers, en dat zal ik zo dadelijk ook aan de hand van rechtspraak wat nader duiden, maar die realiseren zich steeds meer, er is inderdaad een motiveringsplicht. Dat was er vroeger niet. Dat is er nu wel. En in het begin dacht men van, nou ja, dat zal allemaal wel loslopen. Maar je ziet ook als je de lijn van de rechtspraak bekijkt, dat inderdaad leeft. Waar het alleen vaak ingewikkeld wordt, is dat het er wel in staat, maar dat men zich bedient van containerbegrippen en het daardoor dus onvoldoende concreet en onvoldoende specifiek is in relatie tot die desbetreffende werknemer en die functie, waardoor mogelijk wel in formele zin voldaan is aan dat motiveringsvereiste, maar inhoudelijk de toets van waarom is het nou noodzakelijk in het kader van het bedrijfsbelang, ja, die toets doorstaat hij dan niet. En dat maakt dan dat je als werkgever alsnog aan het kortste eind trekt. Want als het gaat om het contract voor bepaalde tijd, dan moet je in die zin een drietrapsraket voor ogen hebben. 1. De formele eis van het motiveringsverplichting, dat is 1. Ja. 2 is, als er dan gemotiveerd is, kan ik dan de stap maken naar de inhoudelijke toets, noodzakelijk vanwege bedrijfsbelang. En stap 3. Als dat allemaal in orde is, dan moet je overal nog kijken of de werknemer niet onbillijk wordt benadeeld door de aanwezigheid van dat beding. En om maar dat moet de werkgever doen? Dit moet de werkgever doen. De derde moet de werkgever doen? Nou ja, de derde is natuurlijk de belangenafweging all over. Op het moment dat jij als werknemer ziet, er is wel voldaan aan dat motiveringsvereiste, check. Er is ook wel vanuit de positie van de werkgever voldaan aan noodzakelijk zijn. Check, ja, dan is het enige wat je dan nog zou kunnen inzetten om dat beding van tafel te krijgen, of deels van tafel te krijgen, is die algehele belangenafweging inderdaad. Ja. Dus even terug weer naar de wettelijke basis, dat is dus lid 2. En als je dan in het kader van het contract voor bepaalde tijd gaat bekijken wat voor een rechtspraak er op dat punt is, dan zie je eigenlijk in de lijn van wat ik jou net heb voorgehouden, Etienne, ook een drietal hoofdstukken op basis waarvan je die jurisprudentie of die rechtspraak kan indelen. En de eerste is, als nu geheel niet is voldaan aan die motivering,
Nou, wat gebeurt er dan met zo'n beding? Het tweede is, er is wel voldaan in die motivering, maar dat zwaarwegende bedrijfsbelang komt niet om de hoek kijken. Wat is dan het gevolg? En het derde is, nou, aan alles is voldaan, formeel en inhoudelijke criterium, maar die belangenafweging slaat ofwel door naar het voordeel van de werknemer ofwel naar het voordeel van de werkgever. Nou, om bij het begin te beginnen, als je nou kijkt naar SEC, het niet voldoen aan dat motiveringsvereiste, dan zie je nog wel eens dat procedures ingeleid worden door een werknemer en dan zegt de werknemer, ik vorder vernietiging van dat beding. En waarom doet een werknemer dat? Die zoekt aansluiting bij 653 lid 3, in het bijzonder onderdeel A daarvan. En dan zie je inderdaad dat de kantonrechter geheel of gedeeltelijk kan vernietigen. Maar als je die wetsbepaling goed leest, dan kan dat alleen maar op het moment dat je een discussie hebt over dat noodzakelijkheidsbedrijfsbelang, nou, die elementen. Maar er wordt in die zin SEC niet wat gezegd over die motivering. En dat blijkt ook uit de rechtspraak. Je ziet ook dat het rechtsgevolg dan ook niet vernietigbaarheid is, maar nietigheid. En is dat van belang om te weten? Ja, dat is van belang om te weten. Want als een beding nietig is, ja, dan heeft het eigenlijk gewoon nooit bestaan. Dan is het klaar. Ja, dan is het gewoon klaar. En dat wordt eigenlijk onderbouwd door ik heb een tweetal uitspraken die ik in dat verband kan noemen. Ik heb één uitspraak, dat is een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 23 oktober 2015. Nou, het is eigenlijk kort en goed een contract voor bepaalde tijd tussen werknemer en werkgever. Contract eindigt en partijen zijn verdeeld over de afwikkeling van dat dienstverband. Onderdeel van de discussie was het non-concurrentiebeding. En dit is nou precies zo'n voorbeeld waarbij de werknemer vernietiging van het beding vordert. En het gekke is dat de werkgever in deze procedure zegt, ja, er staat wel een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst, dat zal allemaal wel, maar we hebben helemaal niet voldaan aan het motiveringsvereiste. Dus dat beding is eigenlijk al bij uitstek nietig. En wat nietig is, dat kun je niet vernietigen. Ja. En op die lijn gaat de kantonrechter ook mee. Die zegt ook, wat de werkgever in deze stelt, is correct. Yes. Kortom, als je naar de lagere rechtspraak kijkt, sluit men dus ook aan bij die nietigheid, die overigens ook uit de kamerstukken blijkt. Een andere uitspraak is een uitspraak van 29 september 2016 van het gerechtshof Amsterdam. En daar is het interessant wat er nu gebeurt met contracten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen. De feitelijke casuïstiek die speelt zich af in de sportbranche. Het gaat daar om een werknemer die eerst in een algemene functie een contract voor 6 maanden had, vervolgens nog een contract krijgt van 6 maanden. En in beide overeenkomsten was al een concurrentiebeding opgenomen. Concurrentiebeding wederom zonder motivering. In die tweede arbeidsovereenkomst is ook nog gezegd, in aanloop naar een mogelijke derde arbeidsovereenkomst, dat het contract van 6 maanden wel van rechtswegen zou eindigen, tenzij partijen het allemaal goed vonden en het klikt en het gaat goed en de werknemer, dan kunnen we verlengen. En men had ook al opgenomen in die overeenkomst dat er in dat geval verlengd zou worden voor de duur van 2 jaar. Dus je had 6 maanden en dan mogelijk nog een aanloop naar 2 jaar. Nou, wederom, kijk het naar het concurrentiebeding. Waarom? Werknemer zegt, gedurende de looptijd van het derde contract, maar ik heb hier eigenlijk niet zoveel zin meer in. Ik kan bij de concurrent gaan werken. Ik treed uit dienst. Werkgever zegt, oh, mind you, concurrentiebeding. Exact dezelfde discussie als in de eerdere uitspraak die ik net benoemde. Er is niet gemotiveerd. En doordat er niet gemotiveerd is, rust op dat concurrentiebeding het rechtsgevolg van nietigheid. Kortom, het beding is volledig van tafel. En de werknemer kan daar gaan werken. Want dan ben je gewoon vrij om te gaan en te staan waar je wilt. En overigens is het ook van belang voor werkgevers om te weten dat in deze uitspraak, en ik benoemde het net heel expliciet, 6 maanden en dan 2 jaar. Vanwege die termijnen. Precies, dat. Ja. Maar ook wat je vaak ziet bij contracten voor bepaalde tijd, en het ligt een beetje in het verlengstuk van wat Jolanda net zei in het kader van het schriftelijkheidsvereiste. Als dat van rechtswegen, als dat opvolgend telkenmalen voor dezelfde duur doorloopt, dan kun je spreken over een stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Maar als je tussentijds of in aanloop naar dat derde contract van die 6 maanden in één keer twee jaar maakt, is dat dan nog wel stilzwijgend? Nou, het antwoord daarop is nee, aldus het gerechtshof in deze. En dat is ook wel evident in het verlengde van het schriftelijkheidsvereiste. Als dat dus aan de orde is, spreek je dan überhaupt nog over stilzwijgende voortzetting? Nou, als er geen stilzwijgende voortzetting is, in het kader van het schriftelijkheidsvereiste, is ons advies aan werkgevers dan ook, neem het opnieuw op. En als je het dan opneemt,
voldoe dan ook aan dat motiveringscriterium. Ja. Maar heeft dan nog, dan, hè, hier wordt hij dan nietig verklaard van het gerechtshof. Mm-hmm. Maar heeft de werkgever, betekent dat ook dat de werkgever dan ook niet meer kan zeggen, oké, ik heb pech, hij is mm-hmm. nietig verklaard, dom. Maar let wel, je mag niet bij de concurrent, want dat is onrechtmatig. Ja, maar of valt het dan weg? Omdat de onrechtmatigheid, zeggen we chic, is een ultimum remedium wat je altijd kunt inzetten. Alleen, er is ook rechtspraak op dat punt, waarbij de stelselmatigheid met name om de hoek komt kijken. Je moet dan kunnen aantonen als werkgever dat de werknemer kort en goed stelselmatig beconcurreert. En dat eigenlijk op een zodanige wijze doet dat dat inderdaad kwalificeert als onrechtmatig. Nou, ik hoef je niet uit te leggen dat als je de kapstok kwijt bent van dat beding, dat wel een lastige discussie is. Ja, het is flauw gezegd lawyer's paradise, want wij kunnen daar hele lange stukken over schrijven. Maar het is uiteindelijk de kantonrechter die je moet overtuigen. En op, in dat kader van die onrechtmatige concurrentie, een van de meest duidelijke voorbeelden was een werknemer. Ik weet niet meer welk jaar dat was, maar die is al van lang geleden. Het voorbeeld daarvan was dat iemand had een uitdraai gemaakt, een Excel-lijst van alle klanten. En die was voor zichzelf begonnen. En die had geen concurrentiebeding, had niets. Dus die dacht, nou, ik kan alles doen wat ik wil. En die had een lijst uitgedraaid en die was stelselmatig mensen gaan uitnodigen voor het openingsfeest, vervolgens voor mailings. En kijk, ik ben begonnen en ik doe het veel leuker dan mijn oude werkgever. En die was op zo'n stelselmatige wijze bezig met onrechtmatig handelen, want hij had ook nog eens die lijst meegenomen. Dat zo'n werkgever daar dan wel weer wint. Dat moet dan wel heel overduidelijk zijn. Dus dat is het schoolvoorbeeld eigenlijk van zo'n onrechtmatige situatie. Nou, heb je dan nog een mogelijke kans? Heb je nog een kans? Dat is een kans. Dat is ook heel waar. Ja. Maar al nu we geconstateerd hebben dat als je dus niet voldoet aan die motivering, dat is dus nietigheid. Wat je ook ziet in de rechtspraak zijn voorbeelden van een wel gemotiveerd beding, maar dat het de toets niet doorstaat van, het is noodzakelijk vanwege het zwaarwegende bedrijfsbelang. Ik heb daar een drietal uitspraken voor. Ik ga die niet helemaal van A tot Z behandelen, maar het interessante van die uitspraken is dat eigenlijk van A tot Z de motivering, zoals die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, is opgenomen in de desbetreffende uitspraak. En dan is het best interessant om te kijken, wat staat daar nu en waarom is dat dan niet voldoende specifiek? Dat is interessant, Ik begin met een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 juli 2015. Dat is een uitspraak die qua casuïstiek speelt in de detacheringsbranche. En in die uitspraak zie je dat in artikel 9 van de arbeidsovereenkomst een relatiebeding en een concurrentiebeding zijn opgenomen. En daaronder, met mooi onderstreept, staat dan het zwaarwegende bedrijfsbelang. Oftewel een motiveringsclausule. En in die clausule, ik lees het je maar even voor, want dan heb je ook daar beeld bij, staat het volgende. Nou, werkgever heeft zwaarwegende bedrijfsbelangen die het in de arbeidsovereenkomst opnemen van het relatie- en concurrentiebeding, zoals opgenomen, wat ik net al zei, in de leden 1 en 2 van dit artikel, noodzakelijk maken. Kortom, werkgever introduceert, het is noodzakelijk. Waarom? Staat zo in de wet. Werkgever hecht veel waarde aan opleiding van haar medewerkers, hetgeen betekent dat zij veel tijd in opleiding investeert en hiervoor ook kosten worden gemaakt. Nou, dat is op zich alweer een opvallende bepaling, want je zou kunnen zeggen, je benoemt nu heel specifiek dat opleidingselement en de kosten die je daarvoor maakt. Je zou er ook voor kunnen kiezen om dat juist apart op te nemen, een studiekostenbeding. Want je zegt eigenlijk investeren in een werknemer en dan maken we een studiekostenbeding met een terugbetalingsregeling. Dat is overigens ook iets wat in dit geval de rechtbank Amsterdam in haar eindconclusie laat meewegen. Van dit is wel eigenlijk de primaire focus van dit beding. En dat had u eigenlijk in een ander beding moeten regelen, niet in dit beding. Maar goed, we gaan verder. Dit geldt in het bijzonder, dus die investering in het kader van de opleiding, voor de functie van consultant banking en insurance van de medewerker. Want dat is wat de medewerker gaat doen. Dus daar zie je de vertaalslag naar de medewerker gemaakt. Verder zal de medewerker zijn functie van consultant banking en insurance al direct vanaf de aanvang van het dienstverband kennis verwerven van het door werkgever opgebouwde netwerk, marktgebied en de behoeften en de werkwijze van de werkgever. Oké, dus je maakt het eigenlijk al wat concreter. Althans, dat lijkt een stap daar naartoe. En dan sluiten ze af. Gelet op de zeer concurrentiegevoelige detacheringsbranche waarin werkgever opereert, bestaat er wegens de bij werkgever specifiek verworven kennis en kunde vrees voor benadeling van werkgever indien de medewerker na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in strijd handelt met, in dit geval, het relatie- en het concurrentiebeding.
De bij werkgever specifiek verworven kennis en kunde zou door de medewerker immers kunnen worden aangewend om direct of indirect concurrerende activiteiten te verrichten. Nou, dan denk je, ja, appeltje eitje, het staat in die overeenkomst. Nee, zegt de rechtbank Amsterdam, je verzandt te veel in containerbegrippen, je maakt het te weinig specifiek en te weinig concreet in relatie tot die specifieke werknemer. Kortom, u voldoet formeel wel aan het motiveringsvereiste, maar u heeft niet met succes over de bühne kunnen krijgen dat de werknemer ook daadwerkelijk... Exact. En dat maakt dat het beding weliswaar in rechten overeind blijft, want formeel heb je voldaan aan het wettelijk criterium, maar het inhoudelijke criterium, daar voldoe je niet aan. Dus de las of het rechtsgevolg daarvan is de vernietigbaarheid van dat beding. En in dit geval werd dat dus ook met succes ingevoerd. Als je zo bekijkt, bijvoorbeeld de laatste paar zin die je zegt, ik kan ze nu niet eens herhalen, maar het is wel een standaard bepaling. Van, ja, die kan ik ook hier bij elke werknemer neerzetten. Ja, en wat Jolanda en ik nog wel eens bediscussiëren is of het bijvoorbeeld in dit verband niet relevant is of ook zinvol kan zijn om dus heel duidelijk te zijn richting de werknemer in het kader van de functie en de desbetreffende functieomschrijving. Want als je weet wat een werknemer gaat doen, ik heb bijvoorbeeld een salesfunctie en dit is mijn rayon en ik ben daar en daar verantwoordelijk voor en binnen dat rayon kan ik die en die kennis opdoen, dan maak je aan de hand van de functieomschrijving, dan creëer je eigenlijk een flinke haak waar je dan dat concurrentie- en dat relatiebeding aan kan ophangen in het kader van je motiveringsvereisten als het speelt in een contract voor een bepaalde tijd. Dus dat zal je eerste stap eigenlijk al kunnen zijn waar je aansluiting bij kunt zoeken als het gaat om die motivering. Okay. Want wat wij vaak zien is dat als we 30 salesagenten binnen één en dezelfde organisatie hebben, dat ze ook allemaal hetzelfde concurrentie- en relatiebeding hebben. En we begrijpen echt wel als geen ander dat dat in de praktijk natuurlijk het meest gangbare is en dat je echt niet commamatig voor Jan, Piet, Klaas en Truus een wezenlijk ander beding gaat beschrijven. Maar let wel, mind you, als hier dus over geprocedeerd kan worden, en dat kan dus, en dat gebeurt ook, dan kan je dus hier een discussie over krijgen. Ja, want kennelijk is dat beding dus zo belangrijk dat je dat al wil opnemen, want je neemt al de stap op. Ja. Bepaalde tijdcontract, ik heb die salesmensen, dat is vaak een mooi voorbeeld. Ja. He, sales, heel commercieel, ik wil zo'n beding. Neem dan alsjeblieft ook die moeite om even te kijken naar van, nou goed, heb ik dan binnen die salesgroep nog weer specifieke aandachtspunten. En wat wij dan wel doen als wij zo'n beding opstellen voor klanten. We maken een eerste opzet en dan zetten we altijd zo'n kadertje in. Wat staat er precies in de functieomschrijving? Nou, de ene keer, die hebben we wel liggen. En dan krijg je dat toegestuurd. Dan kun je daar heel mooi wat kernwoorden specifiek voor die persoon uithalen. En de andere keer is het er niet. En dat geeft dan mooi een opstapje om te zeggen, nou laten we dat dan eens proberen te bedenken. Van wat gaat die persoon nou specifiek doen anders dan die 20 anderen? Ja. Nou, als dat niet het geval is, dan kan het dezelfde zijn wellicht. Maar heel vaak komt dan naar boven. Ja, nee, maar Pietje die gaat ook specifiek. Ja. Die willen we graag vragen om specifiek op die en die doelgroep te gaan richten. Nou, dat is mooi. Kunnen we dat opschrijven? Precies. Ja, en een mooi voorbeeld van bijvoorbeeld de sales is een uitspraak van de rechtbank. Ik heb hem hier voor mij, Noord-Nederland, van 8 maart 2016. Uh-huh. Dank voor dit mooie bruggetje, Jolanda. Want ook daar ging het om een contract voor bepaalde tijd. Ook daar ging het weer over een concurrentiebeding. En het aardige is dat het hier dus ging om de functie van een sales intercedent. En wederom, ik lees het even voor, dan hebben we weer wat beeld bij hoe dat nou wordt opgeschreven. Nou, dan staat algemeen beschreven dat de werkzaamheden van een dergelijke werknemer bestaan uit contact met klanten, contact met relaties, contact met leveranciers, nou, vrij algemeen. Ondersteuning van beleidsbepalende en strategische werkzaamheden. En je werkt in dit geval met vertrouwelijke software. Ja, weet je, dat is heel algemeen. Dan vervolgen ze. Werknemer zal door het uitoefenen van bovengenoemde functie over relevante kennis en vertrouwelijke informatie beschikken. Die zeer waardevol is voor een concurrerende onderneming. Prima, nog heel algemeen, maak het nu eens concreet. En dat doen ze dan. Zo zal werknemer inzicht hebben in offertes, marges, inkoopprijzen, marketing, verkoopstrategieën, klantenbestand, kennis van de klant, kennis van leveranciers, kennis van een bepaald systeem, contractvoorwaarden. En dat lijkt allemaal best wel specifiek, maar dan nog vindt men in dit geval dat het vrij algemeen is. En men is in dit geval dus de rechterlijke macht. Ik vind het als ik, ik wil niet prenderen als rechter, maar dit is ook vrij algemeen. Maar wat ik dan, dat is de kern van de concurrentiebeding. Dus wat daarin staat, denk ik, is het waar het eigenlijk om gaat.
vaak. Ja, als ik een sales en dan denk ik van, wat moet ik nog meer specifiek zeggen? Ja, hij heeft inderdaad, hij maakt offertes. Hij heeft contact met klanten. Ja. Dat wil ik niet dat hij bij de buurman dat doet. Want die drie of vier dingen doet hij sales. Hoe zou je dan nog meer concreet kunnen? Heb je daar ideeën over? Dat is ook lastig. Nou, wat ik vaak doe, en Jolanda en ik sparren daar vaak over in de praktijk. Wij willen gewoon feeling hebben bij die desbetreffende functie. En niet in algemene zin, maar ook gewoon duidelijk weten, wat gaat die werknemer nu doen? Voor welk gebied is die verantwoordelijk? Zijn daar bepaalde details, is daar specifieke informatie voor van belang in het kader van bijvoorbeeld zo'n salesfunctie? Ik bedoel, in de kern, iedere advocaat moet een goed advocaat zijn. En als je arbeidsrecht doet, ja, dan hebben we het in de kern bij wijze van spreken over hetzelfde. Dat zal voor de salesmedewerker niet anders zijn. Maar de salesmedewerker die bijvoorbeeld in het region, ik noem het Noord-Holland, werkt, of die in Limburg werkt, of die in Noord-Nederland werkt, dat is wel een andere markt. Mogelijk andere klantenkring, je moet op een andere manier benaderen, mogelijk is het ook een andere verkoop, andere verkooptechniek. Het maakt me niet uit, maak het meer specifiek. En is het mogelijk doorgeslagen? Ja, aan de ene kant zou je dat mogelijk wel kunnen bepleiten, maar wederom terug naar de basis. Het is een beschermingsgedachte en het is een contract voor bepaalde tijd. Ja, wederom die werknemer die wat ouder is, een contract voor bepaalde tijd. Ja. Die moet worden beschermd. Precies, ja. En dat slaat mogelijk wel door. Ik kan me ergens dat gevoel van jou wel Het gevoel als werkgever, denk ik, hij is sales, hij maakt offertes, heeft gesprekken met... Dat wil ik niet dat hij bij wijze van spreken bij de buurman. Je zou bijvoorbeeld kunnen aangeven dat jij de afgelopen 4 jaar heel hard hebt gewerkt om dit medium van webinars groot te maken voor jouw bedrijf. En dat daar zoveel tijd en energie in heeft gestoken dat deze salesmedewerker juist was aangetrokken om jou erbij te helpen. Nou, dan heb je al een heel mooie inleiding bewijzen van dat hij dat niet waarom dat ook voor jou zo van belang is. En hoe specifieker je dat dan maakt, wat hij voor jou gedaan heeft, of wat je denkt dat hij voor jou gaat doen. Want je maakt hem als hij in dienst komt. Maar om daar vast over na te denken, helpt wel. Want je hebt vaak een doel met het aannemen dat je van dat iemand. Dat je of een gat wil opvullen, of dat je iets nieuws wilt gaan doen. Eigenlijk zeg je ook van oké, werkgever, denk er goed over na. Bij het concurrent zet dat erbij. En eigenlijk, dan kom ik richting jullie, laat even checken in verband met die uitspraken die je toch motiveert. Ja. En dan toch de rechtbank of van het hof misschien in het geval zegt van, het is gemotiveerd, maar... lang is. En toevallig in aanloop naar dit webinar, we hadden het er vanochtend hadden wij het er nog over op kantoor. En toen kwam er nog zoiets ter sprake. Nou, zoveel advocaten, zoveel meningen, dat hoef ik je niet uit te leggen. Iedereen springt daar bovenop. Dus we hadden alom discussie. Allemaal een mening. Maar je ziet, en dat kunnen we niet ontkennen, als je kijkt naar de lijn van de rechtspraak, het is iets wat leeft. Werkgevers realiseren het zich, maken ook wel degelijk die eerste stap. Maar maken het wat mij betreft op dit moment nog onvoldoende af. Is het doorgeslagen? Misschien wel, als het gaat om werknemersbescherming. Maar het is wel iets wat je moet realiseren. En je ziet gewoon in lagere rechtspraak dat kantonrechters daar kritisch op zijn. Ja. Wederom die beschermingsgedachte. Dus verzand ook niet in algemene begrippen. Probeer het zo specifiek en zo concreet mogelijk toe te schrijven. Doe je dat niet? Nou, dan loop je dus het risico dat de vernietigbaarheid, in dit geval dus de vernietiging van het beding, wordt ingeroepen. Ik had nog één rechtspraak, maar dat is meer, of één uitspraak, dat is meer van hetzelfde van de rechtbank Amsterdam van 24 maart 2016. Maar ook daar zie je een heel algemeen geformuleerd concurrentiebeding. Daar wordt gezegd, je hebt toegang tot belangrijke informatie. En die belangrijke informatie, dat is dan ook tarifering, prijzen, marges en dergelijke. Alles leuk en aardig, maar... Maak het nou nog meer concreet. En als je dan wederom teruggrijpt naar de basis, dat is dus 653 lid 2 en dan de stap naar lid 3 in het kader van die vernietigbaarheid. En je doet dat dus wel succesvol, want er zijn ook mensen die het dus wel goed doen en het wel goed opschrijven. Ja. Dan kom je eigenlijk uit bij de laatste stap. En de laatste stap is de algehele belangenafweging. Wordt die werknemer niet onbillijk benadeeld? En dan is het van belang dat zowel voor het onbepaalde tijdscontract... als het contract voor bepaalde tijd naar het hele plaatje op zichzelf wordt gekeken. Nou, ik zal heel kort een voorbeeld benoemen waarbij de werknemer onbillijk werd benadeeld. En dan zal Jolanda een voorbeeld noemen over het tegenovergestelde eigenlijk kort en goed. En
Wat ik wil bespreken, dat is een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 19 februari 2016. En het aardige is, even los van de feitelijke casuïstiek, ook daar gaat het weer om een concurrentiebeding. En als je dat dus leest, als je het mij vraagt, is het best algemeen geformuleerd. En daar zie je dus ook hoe kantonrechters daar per individu toch wel wisselend naar kunnen kijken. Maar hier speelde het ook op het gebied van een commerciële functie. En het ging ook weer over prijzen, prijsstellingen, tarieven, marges, et cetera. Best een algemeen geformuleerd beding. En daar zag je dat de kantonrechter uiteindelijk zegt, 1, er is voldaan aan het formele vereiste. 2, er is voldaan aan het inhoudelijke vereiste. Maar het is een relatief kort dienstverband. De kennis die hij heeft opgedaan, die heeft hij nooit in hardcopy gekregen. Dat vond de kantonrechter heel erg belangrijk. Dus dat moest allemaal in zijn hoofd zitten. En die heeft toen het beding, wat oorspronkelijk was aangegaan voor de duur van een jaar, gematigd tot enkel 2 maanden. Want in dit geval zou die werknemer overstappen naar een concurrent. En dan zou die al die informatie, die overigens ook nog ter discussie stond ten tijde van de zitting, wat ik vrij opmerkelijk vind. Want als je zo'n motivering en zo'n beding dus opneemt, dat doe je dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. En ook die motivering die geef je dan vorm en inhoud. En je kunt niet gaande de weg, en dan zeker niet tijdens de procedure, maar alles op één grote hoop gooien en zeggen, oh, dat hoort er ook allemaal nog bij. Nee, daar moet je heel bewust over nadenken bij de voordeur en nog een keer bij de achterdeur. En niet in één keer gaan sprokkelen en zeggen, oh, dit is bij. Maar hier ging de kantonrechter daar redelijk vrij mee om. Maar is het dus gestrand op het feit dat de werknemer geen hardcopies van die informatie had. Dat zou dus in zijn systeem moeten zitten. Nou, kennelijk blijft dat bij een werknemer maar 2 maanden hangen. Ja. Althans, dat was een beetje de overweging van de kantonrechter. Dus is dat beding gematigd tot 2 maanden. Ja, toch nog wel boeiende materie. Ja, dat is absoluut boeiende. Dat er toch de mogelijkheden zijn om een goed concurrentie. Maar dat krijg je direct de andere kant natuurlijk ook te horen. Maar dat je dat met zo'n beding toch, wat jij ook terecht zei, zoveel hardcopy, je hebt het niet. En je bedenkt het niet dat ineens belangrijk is eigenlijk. Matigen. Ja. Zou misschien leuk zijn, maar een keer een artikel over schrijven met alle dingen die je gezien hebt. Jongens, dit is niet goed, dit wordt niet goed gekeurd, dit is algemeen. Ja. Dat zou, ja, maar dat is dan ook weer gevaarlijk. Want stel dat iemand die dan kopieert en het is eigenlijk helemaal niet van toepassing op die specifieke werknemer, dan heb je er nog niks aan. Nee. Ja. Dus het geeft wel mooi weer. Daarom vinden we het altijd zo interessant om te kijken van wat stond er nou. Want daar kunnen wij weer van leren om de klanten beter te adviseren. Van hey, dit zou voor die klant goed passen. Of dit zou dan daar weer bij passen. Want we hebben ze allemaal gezien. Maar het is echt tegenwoordig, je moet het tailor-made maken. Ja, dat is denk ik wel goed. Een tailor-made beding. Dankjewel, Danny. Jolanda, bij deze. Hey, Jolanda, mag jij het gezien de tijd? Mag jij het begonnen? Je mag het ook, we gaan het cirkeltje rondmaken. Het cirkeltje rondmaken, het afsluiten. Ja, want ik heb nog 1 uitspraak. Een vrij belangrijke van Hof Leeuwarden uit december 2016. Net na de kerst werd die geweest. Ze hebben er even goed over nagedacht tijdens het kerstdiner, denk ik. Maar wat daar namelijk interessant was, en ik zal gezien de tijd niet al te veel feiten behandelen, maar hier ving de werknemer bot. En waarom? Dit ging om een zaak in de koffiebranche. En daarvan was de kantonrechter, maar ook uiteindelijk het hof ervan overtuigd dat buiten kijf stond dat de koffiebranche is een vechtmarkt. Het werd eigenlijk al vrij snel vastgesteld. Hè. Dus daar motivatie, alles was daar allemaal in orde. Alle formele punten. Werd aangenomen van, de werknemer, die er was van aangetoond, die behelste 20% van de omzet van het bedrijf. Dat is eigenlijk best wel veel. Best veel. Hè, zou je denken, 20%, maar dat was erg veel. Dus het totale klantenbestand was voor 20% behoorde aan die medewerker toe. Er stond ook in die uitspraak van, hij was dan vanwege, het was een kleiner bedrijf, en die was dan ook op de hoogte van alle e-mails waarin omzetten, budgets, marges, alles werd er met elkaar gedeeld, omdat ze allemaal up-to-date wilden blijven met elkaar. Juist omdat die markt per dag kan veranderen, het was zo'n vechtersmarkt, dat het voor de rechters, dus kantonrechter en hof, allebei vaststond dat het wel heel belangrijk was dat er een beding was. En dat het een vechtmarkt was en dat er concurrentie bestond. En dit ging om een werknemer die wilde naar Douwe Egberts. Dat is ook geen kleintje. Geen kleintje, nee. En vervolgens is de vraag, wordt dan die werknemer onbillijk benadeeld?
Want hij gaat van een klein bedrijf naar iets groots. Dus wellicht kan hij daar heel wat bereiken. Maar nee, zegt de kantonrechter, je hebt wel bewust is dat beding getekend. En gezien die, ja, die gevoelige markt. Moet ik daar heel kritisch naar kijken. De werknemer had nog een vraag. Ja, maar kan dat dan niet in geografie worden beperkt? Hè? In een soort rijkwijde van 20 kilometer. Nee, zegt hier de kantonrechter en het hof. En dat vond ik wel mooi. Omdat dat ook veel via internet wordt verkocht. Koffie. Dus daarmee bereik je helemaal niks als ik dat doe. Dan benadel ik jouw werkgever nog steeds. Want dan kan het ook online gebeuren. Dus nou, dat was allemaal niet. En het relatiebeding, dat was oneindig. Nou, daarvan zei het Hof wel, van, nou, dat beperk ik tot een jaar, dat relatiebeding. Maar ik hou je gewoon aan het concurrentiebeding en aan het relatiebeding in feite. Maar het mooie was dat, dat daar dus ook het beschrijven van wat jouw markt is. Hè, dat is een van de vragen die wij ook stellen. Van, nou, beschrijf ik ook eens even hoe dynamisch is de markt waarin je opereert. Hoe concurrerend is dat nou? Schrijf het desnoods op. Nou, een andere leuke uitspraak waar ik nog stil bij wil staan is van heel recent, van 3 mei 2017. En dat was de ICT-markt. Nou, daar gebeurt ook heel veel dus van ook, werknemers die weggekaapt worden over en weer. Vaak ook heel specialistisch, de mensen die daarin werkzaam zijn. Die, die kunnen echt wat. Heel veel dingen die ik zeker niet kan. Nou, ik kan best veel, maar met ICT ben ik waardeloos. ICT is altijd best wel moeilijk. Nee, dan bel ik Danny altijd even. En ik bel dan gewoon de helpdesk. Dus daar heb je dit soort mensen voor nodig. En deze werknemer, nou, die wilde uit dienst. En die had dat eerlijk aangegeven. Ik ga naar een concurrent. Wat doen we met dat beding? Dus die was eigenlijk al duidelijk, er is een beding. En wat doen we daarmee? Concurrentiebeding. Nou, zei de werkgever, nou ja, ja, dat hebben we inderdaad, maar ik ben best bereid, waar wij het helemaal aan het begin over hadden, om met jou afspraken te maken. Maar dan wil ik dat wij afspreken dat je voor een x-aantal relaties, dat je daar afblijft. En dat je geen collega's meeneemt. En je moet ook van bepaalde informatie die ik jou heb verstrekt, dan moet je beloven dat je daar geheimhouding over betrapt. Nou, die onderhandelingen liepen stuk. Dus nou, ga dan maar procederen, zegt die werkgever. Dat komt bij de kantonrechter en de kantonrechter stelt vast, nou ja goed, het is zo dat die werknemer die stelde, ik heb een enorme positieverbetering als ik overstap, dat is ook een van de afwegingen. Hij zou daar 30% meer gaan verdienen, nou dat is dan lekker. Ja. En zegt die werkgever, ja nee maar bij mij kon je ook nog wel een salarisverhoging krijgen en een bonus. Nou, daarvan zegt die kantonrechter, dat zal allemaal wel, maar het is nog helemaal niet gezegd dat hij dat echt gaat krijgen. Dus dat neem ik nog niet mee. En daarbij werkgever, als ik kijk naar jouw belang, dat de werknemer een belang heeft, dat zag de kantonrechter wel. Want nou ja, maar allemaal redenen waarom die over wilde stappen. En hij zegt, nou, wat wilt u nou eigenlijk beschermen? U heeft een geheimhoudingsbeding, dus al die kennis en informatie is daarmee beschermd. En door die onderhandeling, kennelijk was dat dus tijdens die zitting ter sprake gekomen, van, nou, we hebben nog wel geprobeerd om te schikken, meneer de rechter. Vaak is dat, positief, hè? We hebben echt geprobeerd er samen uit te komen. Hier wordt de werkgever afgestraft, want hij zegt, daarmee heb je je belang prijsgegeven. Het gaat jou niet om die concurrent, want daar mocht hij naartoe. Het gaat jou om dat hij geen collega's meeneemt en dat hij van wat relaties afblijft en informatie wordt beschermd. Dus daarmee was het van tafel. Ja, wel logisch, toch? Dat, best wel logisch. Maar het is wel belangrijk om met elkaar te weten. Wij zeggen wel eens, soms is het goed om met een werknemer in gesprek te gaan, maar pas op, daarmee kun je dus je belang, een beetje prijsgeven. Ja, dat is inderdaad wel tricky. Het is tricky, ja. Ja, dankjewel voor jullie, voor mij ook persoonlijk interessante bespreking van concurrentie en relatiebeding. Graag gedaan. Toch eens even mijn overeenkomstjes goed bekijken. De laatste vraag die me toch een beetje nog bedacht heeft. We hebben heel veel gesproken over concurrentiebeding wanneer een discussie is over het concurrentiebeding. Dan ben je gaat protesteren van ik wil van mijn concurrentiebeding af. Zijn er nu ook veel procedures waarin je concurrentiebeding hebt en toch die werknemer dat toch doet zonder iets te zeggen en dat dan de werkgever gaat procederen van hé, je bent bij de concurrent gaan werken. Die zie je ook veel gebeuren. En dan krijg je dezelfde problematiek eigenlijk dan. Van, Maar dan heb je vaak ook boete. Dan ga je natuurlijk om boete vlak. Ik heb toevallig, het is alweer een jaar geleden alweer, tijd gaat snel, grote procedure gedaan in dat kader. En die werknemers hadden het ook helemaal stilgehouden. Dus op LinkedIn was niks te vinden. We waren stiekem naar die concurrent gegaan.
Dus wij hebben daar ook zelfs recherche op gezet. Bijvoorbeeld heel spannend met detectives. Om te kunnen bewijzen dat ze dat beding ook echt overtraden. Ja. En dan kwam je in de boetes weer. Dat is een stok waar je mee kunt slaan. Ja. Dus als je een concurrentiebeding opneemt, zorg ook dat daar een boetebeding aan gekoppeld is. Okay. Want anders moet je aantonen wat je schade is. En dat is best een ingewikkeld iets. Ja. Dat kan ik geloven, ja. Ja, precies. Wat is nou schade als je bij een concurrent gaat werken? Ga dat maar eens financieel inzichtelijk maken. En die boete is vaak een fixed amount. Met daarbij nog iedere dag een dagboete. Precies, want je kunt zeggen, ja, schade is al geleden, want hij is er al naartoe. Dan heb je tuurlijk dezelfde toets wat we net bespraken. Je telt mee, maar jou gaat het er dan op dat moment om als werkgever, of ex-werkgever op dat moment, dat je dan nog iets van genoegdoening natuurlijk krijgt. Ja. En dat hij daar weer uit dienst moet, en dat is deze toets, weg ermee. Maar ook dat je daar wel een financiële compensatie voor krijgt. Ja, dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van het webinar Concurrentiebeding in Vogelvlucht. Ik richt even tot de kijkers. De meeste kijkers willen ook graag het PO-punt behalen. Dat kan, dat is eenvoudig. Na afloop van dit webinar komen 5 vragen tevoorschijn. Die kunt u dan hopelijk goed beantwoorden. Als u ze allemaal goed beantwoord hebt, dan krijgt u een certificaat. Niet toegestuurd, maar wordt automatisch in uw Mijn AVDR site geplaatst, dan kunt u hem downloaden en ook printen voor de orde als daar noodzaak toe is. Kort wil ik nog heel even een opmerking maken richting van de Academie van de Rechtspraktijk. De Academie van de Rechtspraktijk gaat elk jaar een aantal keren naar Cambridge, de Cambridge Colleges gaan we doen. Dit jaar ook weer met het arbeidsrecht in december. Ik zou u graag willen wijzen naar de website waarin dit college wordt besproken, wie de docenten zijn en de onderwerpen. Verder wil ik Danny en Jolanda bedanken voor jullie nuttige toelichting nogmaals. En misschien tot de volgende webinar weer. Dankjewel. Dankjewel voor uw aandacht.